Hippocampus and Friends. Een film die we gemaakt hebben over de zeepaardjes in de Oosterschelde. Prachtig om te zien. Zoals je in deze film zult kunnen zien, kun je twee verschillende zeepaardjes tegenkomen. Sommigen zeggen drie, we hebben er enkel twee gevonden. Als je goed oplet, kan je hier tussen de paaltjes goed zien waar het mannetje aan de bodem van het takje hier onderaan zich vasthecht. En hier zie je het vrouwtje. Je kan ze zien eten, drinken en nog andere dingen zoals je hier kan zien. Als je de tijd neemt en je een enkel tiental minuten bij ze blijft, dat ze gewend zijn aan het licht dat je gebruikt om te filmen. Gaan ze forageren of rondzwemmen, gebruiken ze je licht om in te jagen, zoals we verder in de film zullen kunnen zien. Interactie tussen zeepaardjes en andere diertjes waar ze mee samenleven, jagen, juist eten zoals je hier kon zien. Zeepaardjes 2-3 centimeter groot. Om te zien. Krijgen jullie ook soms die commentaar in de Oosterschelde, wat is daar nu te zien? Wel, kijk maar eens wat op enkele vierkante meters allemaal te zien is van diertjes. Hier zie je ze samen, het vrouwtje en het mannetje. De draaduitsteeksels die je hier ziet zijn normaal kenmerkend voor het langsnuit zeepaardje. Het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje is, zoals je hier duidelijk kan zien, de broedbuidel onder de anaalvin die enkel bij het mannetje te zien is. Vooraan in beeld zie je duidelijk een aasgarnaaltje dat opgegeten wordt door een zeepaardje. Het zijn dezelfde waar ook het zeepaardje op jaagt, zoals je verder zult kunnen zien. Hier zie je haar aandacht uitgaan naar een garnaaltje. Exact hetzelfde. Zoals je kan zien, lukt het niet altijd. Bijna. Let eens op het garnaaltje als hij verder zwemt. Kom terug in beeld. Zie je hier? Bijna in twee gebeten. Voor de volgende keer zijn. Prachtig begroeide tentjes. Hebben te danken aan Joop en Felice. Het zeepiolatje van enkele centimeters groot. Hier kan je een mooie vergelijking maken tussen een hooiwagenkrab en het mannetje. Kijk eens wat een verschil. Als je de omvang van de tentstokjes kent, weet je onmiddellijk dat ze ongeveer 5 à 8 centimeter groot moeten zijn. Kijk eens mee hier naar wat hij doet. Hè. Let goed op. Hè. Kijk, hij bijt gewoon een stuk van de tentakels van het zeepaardje af. Kijk verder in beeld, zie je zijn tentakel? Zie je hoe beschadigd de topjes zijn? Neemt, kan je ze gemakkelijk een meter of twee rond de tentjes of stokjes volgen. Joeko van een zeenaald, je zult zo dadelijk mijn hand ernaast zien. En degene onder ons die weten hoe groot zeenaalden normaal worden in de Oosterschelde, zullen zien hoe groot ze wel zijn. Kijk eens. Ja, ik wou het niet laten. Piolatje, een millimeter of 7-8.
je je tijd neemt om ze te filmen, zul je zien dat de sepia-uitjes gewoon aangetrokken worden tot het licht. Hè. Kijk hier eens op een kort, klein stukje, hoeveel diertjes hier wel niet bij elkaar zitten. Hè. Een grondel die passeerde, twee sepia-uitjes, hermietkreeft. Afstand, grote harders. Het is enorm wat een pak leven je tegenkomt. Kijk dadelijk eens goed naar de interactie tussen de grondel en het vrouwtje die je zo dadelijk in beeld zult kunnen zien. Het vrouwtje ontlast zich en je moet eens kijken hoe de grondel daarop reageert. Hier zie je ze samen zitten op hetzelfde stokje. En als je oplet, zie je ze dadelijk hier, onder de hooiwagenkrab, het vrouwtje en het mannetje erbij komen. Dit is natuurlijk na een hele tijd erbij gezeten te hebben.